Soleimani. Oh, wat een blunder van Pasveer. En Ole Kerk, of all people, is degene die Ajax op een 1-0 voorsprong zet. Maar ook zonder Ole Kerk zou Ajax op een 1-0 voorsprong zijn gekomen. Deze gaat echt als de blunder van het seizoen de boeken in, vrees ik. Voor de doelman van Heracles, Remco Pasveer. Evicilio. Mooi lezen. Evicilio wordt vriendelijk verzocht door de Deen om wat snelheid te maken. Mooi lezen! Geweldig! Eriksen. Met Overtoom. Eriksen. Met de voorzet. Geen slechte trap. Het is 2-0. Nee, ja, het is wel 2-0. Sien de Jong, ik dacht nog even dat die bal naast ging. Maar binnen 5 minuten na de voorsprong verdubbelt Ajax de voorsprong. Via Sien de Jong. Voorzet Eriksen. Bal valt tussen Maartens en ik denk Looms in. En daarvan profiteert Sien de Jong. Nou, denken deze heren, dat probleem lijkt opgelost. Vermeer raakt de bal verschrikkelijk slecht. En Overtoom zet vervolgens, nou, is dat buitenspel. Everton vrij voor de doelman. Het zou kunnen, maar let op, achterin. Het is geen buitenspel en daarmee wordt er tekort gedaan aan Everton en aan Heracles. Ruimte Eriksen, ruimte Soleimani en die hoopt nu op zijn beurt dat hij Boylissen buitenom komt. Dat gebeurt ook. Die lijkt zich aan te dienen als een nieuwe leuke vleugelverdediger, want hier is nummer 3 via Özbilis. Maar de goal komt voor een groot deel op zijn naam. Op die van Nicolai Boylissen. En ik moet me toch sterk vergissen als deze Deen, die straks...